Samu Mansoni, nu een keertje offensief. Azen, een prima dribbel. Mansoni, links wordt hem in de weg gelegd. De voordet voor Mercier. En dan het wegwerken. De eerste kans voor Molenbeek levert meteen een goal op. Voor Gueye. Na de openingsminuten ruim 10 aan een stuk. Die echt goed waren van KV Kortrijk. Geconcentreerd. Met initiatief. Maar de man die de gelegenheid creëert voor Molenbeek. Mercier met hoekschop. De eerste voor RWDM is goed voor de 0-2. En de man die scoort is een centrale verdediger. Sousa, wat zal het hem deugd doen? Ja, het is een ontluisterend slot van een verkeerd neergekomen, want hij staat daar maar te wapperen met de hand en grijpt eigenlijk naar de heup. Intussen is daar Camara met best een goede actie. Hij glijdt ook even weg. De vraag is of hij werd neergetrokken. Hij maakte even appel, maar stopte dan mee met zijn protest. Het lijkt alsof er een penalty aankomt. Wat is het oordeel? Daar komt de strafschop. En de gele kaart voor de captain Silva, dat ook nog. Omdat hij geen intentie had om de bal te spelen. Carlos Alberto faalt niet van op de stip. En halverwege de eerste helft zijn de cijfers ontluisterend. Het is KV Kortrijk 0, RWDM 3. Zo, mag daar niet op de bal wachten. Goeie tik van Ambroos, de neven. Nu dan, voor KV Kortrijk. Nu dan, die is Ambroos die scoort. Je kan niet zeggen dat die goal van KV Kortrijk gestolen is. Meer nog, met nog 10 minuten gaan in de eerste helft, zit daar best nog muziek in. Hoe gek het ook klinkt, na die 3 tegengoals, blijft er oké. Eerst van de aanvoer. Hij is de man meer natuurlijk, dus trekt hij maar mee richting de 16 meter. Ambroos wint het luchtduel. Oh, daar is Davies en die werkt hem binnen hoor. Gaat hij weer scoren, Davies? Dat is nu 7 keer dat hij scoort in de laatste 10 matchen van KV Kortrijk. En zo laat hij nog eens zien waar. Kadri met zijn laatste inspanningen. DJ is sterker. Kan de bal ontfutselen en misschien moet hij wel naar de cornervlag. Nee, het is nog een goed idee voor Rein Adelaide. En die maakt er 2-4 van. In de dying seconds. De extra tijd van de extra tijd, zeg maar. Het is heel straf dat Gueye niet naar die cornervlag gaat. Nee, hij kiest nog voor de aanval. Voor zijn ploegmakker. Rein Adelaide. En de zege van Racing White Daring Molenbeek is nu helemaal een zekerheid. KV Kortrijk 2. Er alles aan gedaan. Voor een memorabele terugkeer. RWDM 4. En die 3-punter brengt Molenbeek op 5 punten voorsprong.